Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Black and White 2 Avatar Log met, wat is een pass? Oliebol. Met een oliebol? Ja. Oké, nice. Ik ga deze Herdiers even redden, want Herdiers kunnen niks, dus daarom moet ik hem redden. Hey, niet zo gemeen tegen Ja, mag wel eigenlijk, het is toch maar Gen 5 Pokémon. Precies. Air Slash, dat is wel een goede aanval. Luchtslag. Ja. Oké, even kijken, want... Oké, ik heb nu best wel... Ik heb nu 2 van level 6 en 2 van level 8. Die Electric heeft me daarbij echt geholpen. Yep. Nooit gedacht dat ik dat zou zeggen, vorige aflevering. Maar je bedoelde Illumise, bedoelde je? Nee, die Electric, die heb ik verslagen en daardoor kreeg ik zoveel XP. Oh, oké. Maar die Illumise en Chinchino hebben ook wel geholpen. Ja, dat wou ik zeggen. Gek genoeg. Die hebben jou hartstikke hard geholpen. Wie had dat gedacht? Van... Nee. Telfort. Dat het naar Illumise en Chinchino die iets doen met hun leven. Oh ja, nee, ik niet. Nou, Alder. Laat me vechten tegen die twee meneer en mevrouw aan de binnenkant. Meneer en mevrouw, Ing? Ja. Je bent echt nog ziek ver. Oh. Een Lumberry. Lum. Ja? Ja. Kijk, meneer en mevrouw. Welke Pokémon Berry maakt muziek? Een muziekberry. Humberry. Snap je hem van hummen? Mm. Ja, maar een Humberry bestaat helemaal niet. Ja, maar het is een grapje op de Lumberry. Zeg maar, het is... Omdat één led is veranderd en dan... Nou... Goed, ik moet tegen een Mandibus. Dit wordt moeilijk, ja. King. Ja, gaat daar maar verder. Oh jee, Ying, in het Engels. Sander? Ja? Ik heb het idee dat ik dit niet ga overleven. Nah, vast wel. Beetje Monfur. Die had je nog niet, nevermind. En dan doet hij net alsof hij dat niet weet, weet je wel. Dat is nog wat ergst. What the fuck? Dat deed veel te veel damage. Oké, ik moet deze sacken. Je enige fire type. Ik ben niet eens sneller, what the fuck? Ik ga gewoon verliezen. Oei. Ja, ik ga voor Ariados. En dan ga ik hem gewoon healen met de potion. Oh. Ja, poison. Maar dat is niet eens genoeg, zie ik nu. Als hij mij weer plukt, dan is hij gewoon dood. Ariados. Nee. Oh, niet. What the fuck? Had hij net een crit dan? Misschien. Nee, dat weet ik echt niet. Ik ga hem gewoon stalen. Zie! Ja, doe maar. Je moet toch iets. Ik heb straks ook eindelijk, als deze zit, heb ik eindelijk iets tegen grass types en types. Ik ga deze battle gewoon winnen op de Jordi manier. En dat is stalling? Stalling. Ja, ja, please, Snover. Ik hou van je. Dat werkt echt altijd. Snover. Ja. Ik wou eigenlijk alleen een pokeball pakken. Ik heb zo geluk dat hij nu Gust doet. Geen crit. Oh, ik heb zo geluk. Want ik zat niet op te letten. Ik ben echt blij dat jij wint. Oh, trouwens. Ik moet meteen die volgende battle doen. Bedenk me nu. Je wordt wel geheeld, toch? Ja? Ja, ik hoop het. Oeh, Leech Life. Maar dat vond ik een leuke naam. Vind ik wel leuk. Helix Fossil. Oh, volgens mij in deze game zijn de Fossils trouwens pas. Ja, en het is toch random wat je krijgt. Dat is waar, maar alsnog. Ja, ik ben wel geheeld. Moet even onthouden dat ik Simisear dan niet mag gebruiken. Staat hij voorop? Nee. Oh, dan is het goed toch. Oh, nu had Simisear wel fijn geweest. Maar... Oh nee, hij is ook Buk. Maar dat betekent wel dat ik hem kan poisonen.
Oeh, hij doet bite. Dat is best kut. Ja, dan moet je gewoon geen attacking move doen. Of heb je dat al gedaan? Dat heb ik al gedaan. Ja, of je moet hem killen, maar dan moet je wel goed zijn. Nou ja, dan op zich zou je het wel kunnen. Als dat de vereisten zijn. Yo, voor Relegatoring? Relegatoring, ring, ring. Die heb ik niet, shiny. Ooit... Heb je die ook al wild tegen? Nee. Ik wil al zeggen. Ooit wil ik wel Gen 4 shiny hunt in Heart Gold Soul Silver nog wel een keer doen. Met echt. Oh echt? Ik ook. Ja, alleen dan wil ik alleen voor Relegator en dinges gaan, want die andere heb ik al. Maar heb Chikorita nog niet? Ja, dus alleen voor Relegator of Totodile en Chikorita. Dan tel ik alle Cyndaquils niet mee. Maar die check je toch wel? Dus het zou toch zonde zijn als je... Ja, oh, ja oké, ik check hem wel. Maar trouwens... Je zei, tel ik maar je had Totodile toch al? Of niet? Of nee, ik heb Cyndaquil. Oh ja, en ik had Totodile, dat was het, ja. Vergeet wat hij zelf heeft. Ja, dat was ik vergeten, ja. Ik wil heel graag Chikorita. Maar ik wil die ook nog wel een keer doen. Misschien ja, Chikorita is ook echt nice. Ik zal je dus vertellen. Eigenlijk, heel stiekem, degene die ik het minst graag wilde, omdat ik die gewoon het minst vet vind. Is Cyndaquil. Was Cyndaquil. Ja, drie keer raden welke ik kreeg. Dat snap ik helemaal. Cyndaquil is ook de kutste. Kutste Pokémon die er bestaat in. Ik heb liever een Skitty dan een Cyndaquil. Jij hebt nog liever een Trubbish dan een Cyndaquil. Dat klopt, ja. Wat? Ik ben niet goed wijs. Ik heb ook liever een Trubbish dan een Skitty. Nou, ik niet. Good beast. Ja, maar hoe heet die evaluatie? De Garbodor. Dat is gewoon een sterke Pokémon. Ice Body! Geniaal! Wat? Ice Body. Check dit. The Pokémon gradually regains HP in Hailstorm. Heel ziek. Alleen ik heb bedacht me net dat ik geen potions heb, dus ik heb hem wel heel erg ingezet. Als je dan een Pokémon vangt met Snow Warning, dan is dat fucking goed. Dan heb je zo'n duo team. Ja, precies. Want ik moet een Monigaferno nog even vangen. Oh, ik kan gewoon echt gewoon niks kopen. Zet. Kun je niks verkopen? Je hebt toch die Black Flute? Of die... Ja, Mystic Water, die zou ik... Oh nee. Jij hoeft die niet te bewaren. Die zou ik moeten bewaren. Ah, ik zou hem, als ik jou was trouwens, ook wel gebruiken. Max Reviving, 2000 centjes. Ik kan die ene guy wel verkopen, denk ik. Die fossil. Die Helix? We komen ja, toch... Ik weet eigenlijk niet of je daar wat voor krijgt. Oh, je bedoelt als in... Jij denkt dat dat... Hoe heet het? Dat dat locked is, zeg maar. Dat 0 coins op. Nou, misschien niet 0, maar... Misschien, kijk, ik had nu ook zo'n Mystic Water. Dat is gewoon een super goede item, maar daar krijg je ook maar 50 van. Ja, oké, okay, maar ik denk dat een static encounter wel iets anders is dan een ding wat je moves up powered, bedoel ik. Oeh, een insect blade. Misschien dat ik die ook nog goed kan verkopen. Deze guy hield je toch ook? Deze guy hield je niet. Ik dacht dat dit zo'n nurse guy was, dat je die kon. Zou cool zijn. Je hebt er wel een aantal in deze game. Is dit een Monfernoing? Dit is een Monfernoing. Hij is alleen niet schijnend. Nee. Op zich vind dat wel echt... Ik ben bang dat ik die niet had kunnen vangen. Ja. Ik vind trouwens wel echt... een goede toevoeging. Dat je gewoon NPC's hebt die je ook kunt healen, maar dat je ze wel eerst moet verslaan. Ja.
En dan geeft ze expres een blissy, zo van, fuck jou. Wel veel XP. Dat is waar. Kom op, pokeballing. Pokeballing? Jezus, niet eens één shake, Sander. Wat, ik word weer genaaid waar je bij staat. Nou, Malferno heeft ook wel een hele hoge catch rate. Ja, maar hij is gepoisoned. Ik denk nog geen 10%. En 10% is best weinig. Maar hij is gepoisoned en in oranje. Dat is waar. Ik kan Kabooming! Oh, ik moet dit telefoontje eventjes opnemen. Ja, we gaan gewoon door, ja? Oh. Oké. Okay. Hij zegt wel, we gaan gewoon door, maar ik zie hem niet bewegen. Guess who's back? Ja, dat was snel telefoontje. Dat klopt, ja. Want ik zei, ik ben met mijn boy Sandring aan het opnemen. Shut the fucking up, ing. Ja, dat zei ik niet. Maar daar kwam het wel op neer. Ja, snap ik. Ik heb een Monferno wing, Sander. Ben je trots op mij? Hartstikke. Oh, die mag ik gebruiken ook nog. Want in de Seeking Lock mag je, evolueert die in zo'n Nidoking. Dat klopt. Dus geen Seeking Locking, maar dat maakt niet uit. Hij is wel gepoisoned, dus dan mag het. Want je mag gepoisoned types. La 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 la. Het ziet er allemaal rooskleuriger uit, want Miloen die heeft een fighting Pokémon. Frozen! Wat een leuk. Wat een freak. Altijd heb jij dat geluk, hè? Oh ja, ik heb altijd geluk. Zie, hij geeft het toe. Clip dat! Dat was sarcasme. Ja, dat knip ik eruit. Oké. Je doet maar. Sander heeft een Nidoranning mail. Alpha mail noem ik hem. Dan moet je hem eigenlijk Alpha noemen met het tekentje van mail. Ja, die is goed. Yo, oh fuck, wat moeten we ook weer... Oh, je moet eerst de gym verslaan. Never mind. Jij bent al zover dat je de gym kunt verslaan. Yep. Oh ja, wacht. Ik dacht eventjes... Oh nee, al mijn grass-types gaan eraan. Maar ik heb ook gewoon water-typings. Je hebt ook gewoon water-typings, Sander. Je hebt een Poly Swag en een McChicken. Yes, ik heb zeker een McChicken. Ik moet wel zeggen... Ik vind mijn namen best leuk. Ik bedoel, ik heb wel een slechtere namen gehad. Dat klopt, ja. Nou, ik moet zeggen... Die ene hele kleine run die we hebben gedaan... Dat je allemaal chemicaliën ging doen... Of... Allemaal van die formules. Vond ik ook erg poog. Dat was ook al funny. Eigenlijk hadden we een serie moeten doen dat je de hele serie dat had. Dat je elke keer weer wat moest verzinnen. Ja. Dat was ook wel leuk geweest. Siri, hou je tyfusbek dicht. Sorry, daar kan ik je niet bij helpen, zei hij toen. Ja, zoiets. Want Siri kan er... bek niet dicht te houden. Oh! I having him gepranked, Ing. Het was geen prank. Het was serieus business. Serieus business? Ja. Dat klinkt heel raar als je het zo zegt. Ja. Het is serieus, Ing. Business, Ing. Serieus smart. Waarom? Wat? Hij doet smokescreening. Omdat hij jou graag wil laten missen. Hoeveel smokescreens heeft deze guy? 421. Oh, dat gaat echt lang duren.
Ik ben blij dat het geen versus is trouwens, holy damn. Oh ja, nu opeens weer niet. Nee, is het nooit geweest. En Bieber Relling. Ja, ik heb wel besloten dat ik niet op je ga wachten. Nee, maar dat hoeft ook. Ik haal je wel weer in. Nou, dat is niet waar. Leugens! Ja, misschien moet ik hem hypnosissen, maar dat heeft al lage accuracy. Dat is dom. Dat is niet slim. Dom is zeker niet slim. Wow, jij bent zo'n dom master. Nee. Leech hem zijn leven. Nee. Oh, hij doet leer. Oké, mudslapping, hem de tearing. Oh, hij heeft rough skin, wat een anus. Kijk, dat doet meer dan bubbel. Wat doet hij? Rough skin heeft hij. Oh. Simon heeft rough skin, zie je dat? Ja. Ik wil ook nog een keer een Simon only run doen. Dus dan heb ik gewoon één B-barrel en dan kijken hoe vaak ik doodga. Want B-barrel is eigenlijk kut. Maar ja, het is wel Simons favoriete Pokémon. Dus. En Simon is ook kut, dus dat schiet wel op. Dat klopt bij elkaar. Oh, ik kan nu kerstboom gebruiken. Hell yeah. Want kerstboom, die heeft van die Razor Leaf en die is echt goed. Boy, yo, die one hit KO'd hem sowieso. Oh. Ja, dat hoop ik wel. Misschien nu niet meer. Nee, dat is de fans, hè. Oh, de fans, oh, gelukkig. Piepoe, piepoe, piepoe. Kijk. Dat is chill, want dan gaat Kerstboom ook nog zo'n leveltje omhoog. Het zou zo helpen als ik gewoon een keer poison. Bijna twee. Jezus, wat een gezeik. Een raspberry. More like a baked bear, baked berry. Wat dat is niet grappig. Wat kut, Sander. Weet ik. Hoor ik vaker. Wacht. Dat klopt. Kaboom. Dat is een heel positief, volgens mij. Poison die vuile bitch nou een keer. Hoe vaak moet ik poison stim doen, man? Jezus. 825,9 keer. Nou, daar zit ik al lang overheen. Hé. Oh. Yo, nou. Yarp? He do be Yarp in. He do be Yarp in? Ja, hij deed het echt. Is dat wat anders dan LARPing? Ja, volgens mij wel. BP Maxing. Yo, Mudkipping? Die ken ik. Noem me Mudhaan. Nou, dat was ook nog wel een leuke geweest. Maar ik heb hem al McChicken genoemd. Because I'm loving it. Kibim. Yo, kerstboom level 8. Ik ga nu wel lekker qua levels. Op zich. Ik tenminste. Ja, behalve Poliswag. Kijk, en Alpha. Dit zijn leveltjes. Oh, alleen Alpha. Die is level 5. En Tulp ook niet, maar... Tulp nodigt ook niet zo uit om te gebruiken, omdat hij pas bij je echt level 19 een goede grass-type move krijgt. Deze game haat me echt. Want? Gallade? Ja. Ja, maar je hebt toch Bug? Super effective. Sander, ik heb Poison... Of nee, ik heb String Shot. Dat is het enige wat ik heb. Ook met Area Dose. Ja. Wat kut. Met oh, hij is ook fighting natuurlijk, Gallade, dus dat is sowieso neutral. En met Cocoon heb ik alleen maar Harden. Ja, oké. Okay. Nee, maar dat was sowieso ook neutral geweest, want hij is ook fighting. Kun je nu healen, of moet je per se, gaat Alder per se zeggen, yo, je moet nu dit shit. Ja, maar je wordt geheeld door Alder. Ja, maar ook de eerste battle. Nou nee, trouwens, je mag gewoon... Hij houdt je wel tegen, alleen je kan wel gewoon... als je met hem gepraat hebt, verder naar beneden lopen. Zo'n frisse water in Diddy Kong's buikie. Ja, doe dat maar. Als hij crit, ben ik echt genaaid. Oh, wat een kut. Burn him! Oh, hij leert. Oeps. Ik moet wel zeggen, je hebt niet heel veel geluk gehad deze run.
That I'm going to eerlijk, Ing. Goed zo, Ing. Ik miste net een Amber, dus ik ben best wel genaaid. Ik mis weer een Amber. Wat doet hij dan? Oh, ja, dubbelteam. Wat kut. Nou ja, als hij dubbelteam doet, dan hit hij ook niet. Dus dat is op zich... Dat weet ik. Alleen zijn evasiveness is nu plus 4, geloof ik. Ja, met hoogste evasiveness heb je 12% kans dat je hem hit. Dat is echt weinig. Leuk. Nou, dat heb ik nooit gezegd. Ik vind dat nooit zo leuk, namelijk. Maar nice. Hey, het is ook een gymleader, hè? Hij mag ook wat moeilijker. Nee, dit is geen gymleader. Dat is nog wat ergst. Dit was die guy ervoor? Ja, die allereerste guy. Oh, Jesus. Ja, het is zo nadeel, want jij hebt niet zoveel type coverage ook. Nope. En je hebt kut Pokémon. No offense. Nee, dat is gewoon de waarheid. Ik ga verliezen, ik ben af. Maar hoe doen we dat? Gaan we beide? Ja, nee, jij gaat gewoon verder. Ik begin wel gewoon opnieuw. Oeh, ik kan nog winnen. Ik kan nog winnen als hij dubbelteam blijft doen en... nu niet meer, denk ik. Nee. Ik ren maar eens gewoon een nieuwe rom voor mezelf. Doen we een kut, of? Nee, jij kan gewoon verder gaan. Dat doe ik tussendoor wel, joh. Oké. Ja, dat is super effective, dat dacht ik al. Supersonic, Ing. Dat is van het supersonisch geluid. Dat klopt, ja. Fucker! Ik hou van je kerstboom, maar dit was niet helemaal wat ik wilde. Doe maar wat je wil. Jij maakt het verschil. Het verschil, Pokémon. Pocket Monsters. Diamond and Pearl. Mag ik dan wel speed-uppen totdat ik weer hier ben? Ja, doe maar. Oké, gelukkig. Oh, ik had moeten stun sporing. Stun sporing? Sander, doe jij wel sporing met je stun sporing? Die is wel leuk. Kijk, nu is hij paralyzing. Nu ben ik sowieso eerst. Dus nu kan ik... Oh ja, maar als ik ga switchen, dan heeft hij dus sowieso een attack. Maar, kerstboom is wel weer heel. Kerstboom is weer heel, jij maakt het verschil. Ik bedoelde niet heel, ik bedoelde niet geconfusing. Maar ik ben nu wel eerst, en dan doet hij Razor Leaf, en dan Claring. Oh. Paralyzing. Dat is heel ziek. Paralyzed. Trying to speak. Na. Ja, dat is ook wel een ding. Ja, hij doet het. Zuko. Een pido. Oh ja, ik heb nu. Oh, dit. Ik ben echt blij met mijn Snover. Snover. Zeker snover. Yo, Game Freak presents? What the frick? Pokémon White Version 2? What the frick? Zeker what the frick. Ja, dat dacht ik. Powder Snowing. Oh, hij doet good. Ja, dat is wel een nadeeltje. Dat het natuurlijk wel super effective op mij is. Ook. Dat klopt, ja. Daar had ik niet over nagedacht, Ing. Maar het is maar een Pidove, dus ik... bij deze Pidove is het niet zo erg, maar ja, bij anderen wel misschien. Doe zo'n ijzige aanval, Sander. Rank goed zo. Powder snowing. Je doobie snowing. Powder snowing. Je doobie snowing. Let it powder snow, let it powder snow, let it powder snow. Koenkelder, die mag ik niet. Oh ja. Mag ik wel, maar die wil ik niet. Electrode. Ja, die heeft Sonic Boom. Jij hebt die Sonic Boom? Denk ik. En nou, redelijk snel in ieder geval. Als hij alleen zelfbestuurd, dan ben ik genaaid. Ja, nee, hebben ze niet. Dat weet ik haast zeker. Ik weet niet of die wel een attacking move heeft, maar... Sander, er is maar één goede naam, hè? Kaboom! Yeah. Ja, Mr. Mail. Ik weet het. We deden wel zo'n race, toch? Nee,
Dat moet ik niet te hard zeggen, want ik ga straks ook een keer verliezen. Dat klopt, ja. Alhoewel, ik heb... Zeg maar... Ik heb best wel veel Pokémon, zeg maar. At the moment. Je hebt wel heel veel Pokémon, ja. Ik heb gewoon een full team. Oeh! Hier, hij heeft zelfs Spark. Holy damn. Wist je dat Voltorb en Electrode in Gen 1, 2 en 3 de enige electric types zijn zonder electric moves? Nou, misschien Gen 3 weet ik niet trouwens. Gen 1 en 2 sowieso. Gaat Alder weer? Yo, Sokka, jij ook hier? What the frick? Maar, als ik Sokka ben, hè, die heeft ook zo'n metalen zwaard, dus mag ik dan ook Metal Steel? Ja, maar die heeft maar heel kort, hè. Ja, maar wel aan het eind. Ja, maar daarna raakte die toch ook heel snel weer kwijt. Ja, dat klopt. Dan denk je eindelijk, Sokka heeft iets vets, en dan is dat toch niet zo. Ja. Sokka is underrated. Dat is niet waar, want Sokka is heel, heel geliefd, alleen... Door de makers is die underrated. Die mag ik niet. Oeh, Drought. Die mag ik ook niet. Zet. Hey, die mag ik wel. Yo, heb jij nou ook letterlijk een Poliwag? Ja. Yeah. Dat is al swag. Van de Poliwag. Ja, ga ik de gym al doen? Dat is eventjes de vraag. Want ik heb denk ik niet zoveel. Dat is de grote vraag. Grote vraag. Zeker de grote vraag. Welke mail wil je? Geen. Haha. Pranked. Wacht, Sonic Boom doet toch altijd 20? Ja. Ja, maar hij miste, denk ik. Oh, je kan missen? Ja. Dat wist ik niet. Ik dacht wel dat hij 100% accuracy had, maar blijkbaar niet. Oeh, Luminion. Oh. Kaboom! Oh. Ik dacht eventjes, mag jij die vangen? Ik was even helemaal in de war, maar... Choice Packs, what the frick? Oeh, Kyogre mag ik ook niet vangen, hè? Nee. Kan ik wel goed tegen trainen. Dat is zeker waar. Raticate, die mag ik wel vangen. Ja. Raticate is met die ene Fang ook nog best wel goed, toch? Ja, maar niet in deze game. In de oude games. Maar daardoor heb dat ik halveert toch in elke game? Of is dat... Nee, dat is super fang. Halveren. Ah. Maar Hyper Fang is goed in Gen 1. Ja. Yo, ik heb zo'n frisse watertje in. Peter? Nee. Is dat Peter die rat van Ratatouille? Nee, Peter Pettigrew. Huh? Jij zal nooit meer weten. Is dat een Harry Pottering referentie? Die kans is aanwezig, heen. Ik weet het wel zeker, heen. Yo, Pansage. Oeh, Marstop. Hoe is Alpha ook ineens level 8 trouwens? What the frick? Nee, die mag ik vangen. Op zich, kijk, Pichu is kut, maar Pikachu en Raichu, ik zou het ervoor doen. Alleen het is jammer dat je hem eerst met Friendship moet leren. Moet evolven. What the fuck, een baby Pokémon zo snel gevangen? Zijn baby Pokémon lastig te vangen? Volgens mij wel. Of juist niet. Nee, volgens mij waren die moeilijk. Ik weet het niet meer. Sparky, tuurlijk. Hoe ben ik ineens trouwens op 6 HP geëindigd? Dat weet ik niet. Frick. Oeh, double kick. Railing. Sander, Azumarilling. Nice. Weer zo'n grass-typing. Deze doe ik wel even met Snowvering. Petalilling. Powder Snowing. Petalil ziet er hier heel
groen uit. Volgens mij, ik dacht altijd dat die in nieuwe games... Ja, wat lichter. Geler. Ja, lichter groen. Ja, ik snap wat je bedoelt. Klopt wel een beetje wat je zegt, hoor. Ik had bijna het idee, what the fuck, waarom is dit shiny? Hoe kan dat? Nee. Maar dat is niet. Hij heeft een andere shade groen, heeft hij. Ja. Ik had het idee dat hij iets meer naar de groen-geelige kant zat, zeg maar. Maar in deze game blijkbaar niet. Icy wind. Dat is beter dan poeierig sneeuw. Yep. Ik ben wel blij met mijn team at the moment. Oeh, veel picks. Oeh, wel... Wel 5 accuracy minder, maar... Daarvoor lowert het ook weer speed, dus... Ik ga Tulp eventjes vooraan zetten en healen. Ik heb nu toch de tijd, want... Ja, ik loop nu niet meer tering ver achter. Kaboom. Kabooming, zeker kabooming. Sonic, kabooming. Sonic Boom is in het begin echt OP. Holy shit. Ja. Oh, Master Ball! Oké. Okay. Nu moet ik eventjes een legendarische... Had jij een Legend Fire Electric... Of Dragon? Oeh, Dragon zijn ook nog best wel veel. Fire and Electric valt wel mee, maar Dragon, holy damn. Dan heb je best wel grote kans. Keus. Kans. Hey, deze Pokémon mag ik. Het is DK. Het is Little DK. He back. Noem je deze nou DK of Diddy Kong? Nee, ik had dingen zoals Diddy Kong genoemd net. Ah. Ja, daarom. Nee, dus... nee Monferno had ik al. Ja, daarom. Genoemd. Dus ik zat zo van, ja, wat moet noem je noem hem DK. Duskball, nice. Oké. Okay. Duskball is ook wel goed. Maar we nemen niet in de nacht op, jammer. Nee, anders misschien is Duskball in de cave. Wel goed. Ja, dat is waar. En we nemen vast ooit nog wel een keer in de nacht op, alleen niet. Laat me eerst healing. Oké, hij doet wel zo van die focus energy. Oeh, het is wel 32 minuten, Sander. Ik denk dat we de aflevering moeten beëindigen. Oh, voordat ik mijn dingetje doe. Ja, we kunnen nog heel even doorgaan. Ja, ik weet niet. Wil je hierna nog een aflevering opnemen? Want anders dan kunnen we het ook zeggen. We doen het volgende aflevering. Nee, ik denk het niet. Want ik moet eigenlijk even terugbellen zometeen. Ah, oké. Okay. Ja, dan zou ik het ergens wel chill vinden om de dingen te doen. Waarom doe ik dit? Solrock, dan moet ik gewoon water hebben natuurlijk. Waarom dacht ik aan ice? Kan mijn chicken nou eindelijk gewoon een keer? Nee. Misschien dat ik hem dan juist wel in moet zetten. Dat hij XP krijgt, maar... Doe wel even mijn polyswag. Polyswagging. Fairy swagging van de polying. Dat je ook nog geen dark type Pokémon tegengekomen bent trouwens. Nee, maar de vorige run die haatte mij echt. Alleen deze run wordt beter. Want ik ben deze Solrock. Oeh, deze Solrock vind ik eng. Oké. De speedbutton gaat nu los, want ik ben weer waar ik ben gebleven. Wow, dat deed je snel. Een fris water! Ik ga toch maar naar mijn chicken. Ondanks... Kom op. Zeg even dat je meer... Dit is kut. Is Mudslap goed tegen deze guy? Ik weet het niet. Nu doe ik tackle, dat was sowieso dom. Oh, dit was inderdaad dom om tackle te doen voor mij. Ja, voor mij ook. Mudslap is zeker niet special of wel? Oh jawel, oké. Okay. En super effective. En accuracy omlaag, oké. Okay.
Doe met slap altijd een cursie omlaag? Of is dat een chance? Gaan kans, zien. Of, denk ik. Of niet? Ja. Nee. Oh, alweer. Nice. Oh, kijk, dat had ik eerder. Oh, please geen crit. Dat was echt close. Nou, nee, ik wist dat hij 12 damage deed. Daarom zei ik ook geen crit. Dit was wel een risk. Dit had niet gehoeven, zeg maar. Oeh, zo watergun. Ja, dat is wel fijn. Hey, een LGM. Oké, ik ga nog even gaan. Zullen we de gym leader dan als volgende aflevering doen? Ja, want, is goed. Ja? Dan speed ik dit wel even op, want we zijn toch even ver. Ja. Oké, nice. Dan ga ik ook even healen en dan stoppen we allebei in het Pokémon Center. Dan zijn we allebei weer even ver, nice. Ja. Oké. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. We zijn allebei even ver en we hebben allebei Pokémon. Sander iets meer, denk ik. Alleen, Sander is ook nog niet dood gegaan. Dus Sander is het beste bezig. Ik denk dat qua devs niet heel veel scheelt. Dat denk ik ook niet, omdat ik maar heel weinig Pokémon had in mijn vorige run. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. En tot de volgende aflevering. Adios, amigos. Joep.